De video protesteren ook vandaag weer veel tegen alle bezuinigingsplannen. Er is een nieuwe 48-uur staking afgekondigd. De tegenstand van de bevolking is een moeilijke invoering van nieuwe bezuinigingen. Vannacht liepen besprekingen tussen de regeringspartijen stuk. Hoezeer de regering ook betrokken is van de ernst van de situatie. Alle ogen in Europa zijn op de Grieken gericht. De president van de Europese Centrale Bank bevestigde het Griekse akkoord over de bezuiniging op de persconferentie. What I can say, however, is something that a few minutes ago I got a call from the Prime Minister of Greece saying that an agreement has been reached and has been endorsed by the major parties. Vanaf 6 uur praat de minister van Financiën van alle landen over Griekenland. Zeker in ieder geval, maar verschillende bronnen, zoals op de New York Times, melden dat het in ieder geval gaat om een behoorlijke loonsverlaging. En dan moet je denken aan de 20%. Dus dat gaat voor minimumloon. Minimumloon geldt op Griekenland op basis van heel veel andere loonschalen. Dus eigenlijk moeten de lonen met 51 verlagen. Dus hier al 2 jaar geleden al gedaan. Goed, dan moet je een stukje lood aan verlopen. En met 300 miljoen, 100 miljard euro. Dat zal je aan de raad vragen. Nou, dus
wat ik begreep toen was overigens dat er vanavond geen officiële beslissing gaat volgen. Stel dat het allemaal klopt, hè, dat er wordt nu gevinkt door de trojka van ja, het klopt. Stel dat, dat de Grieken voldoen aan de eisen, dan krijgen ze noodhulp uit Europa. Hoe lang zijn ze daarmee geleerd? Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Kijk, wat natuurlijk wel zo is.